Op uitnodiging van jullie zijn wij hier gekomen in de garage bij Nieke Maurits. Ja. Er wordt heel veel gestolen onder auto's vandaan. Heel veel katalysators worden er weggehaald. Ja. Verontrustend. Nou zeker Nico, vandaar dat we het hier ook zijn. Wij zien een toename van katalysatoren die onder auto's vandaan worden gehaald. Ja. Die worden weggesleept, zetten een krik op, gaan eronder, aanhalen dan dat eruit. Er zit best wel een hoop materiaal in en dat, vervolgens verkopen ze dat voor een flink bedrag. Het is niet de katalysator die verkocht wordt, maar het is meer de inhoud van... Ja, de inhoud die erop zit. Er zit onder andere een rhodium is erbij betrokken. Nou, ja. dat is best wel waardevol. Dat kan je alleen vinden volgens mij in Zuid-Afrika en in Rusland. Nou, dat ligt best wel nu heel erg gevoelig. Heel gevoelig, ja. Dus ja, het is heel lucratief wat dat betreft. Okay. Wij zien daar als politie een toename in, met name hier in Krimpenerwaard. Ja. Rondom Amstel, Bergambacht, Schoonhoven zijn er diverse mensen die aangiftes hebben gedaan. Van diefstal. Ja, diverse getallen, heb je daar ongeveer aan? Nou, in Nederland zijn vorig jaar 3400 automobilisten slachtoffer geworden. Zo. Diverse merken. Ja. En afgelopen twee weken zijn er 8 tot 10 in Krimpenerwaard. Dat is een groot aantal natuurlijk. En, ja. Want het spul wat erin zit, dat is eigenlijk hetgeen waar het om gaat. Ja. Het is niet de katalysator. Nee. En dat kost €500, begreep ik? Ja. Ja, voor 3 gram? Ja, zoiets. Zij halen dat eraf. Ze geven dat af, krijgen ze een x-percentage voor. Ja. En het is voor mij een paar honderd euro. Maar ja, de slachtoffers, de bestuurders, die hebben een enorme schadepost. Ja, natuurlijk. En die komen naar de garage toe om het weer te laten vervangen. Ja. En we moeten dat met z'n allen betalen natuurlijk, want de verzekering gaat daarmee omhoog. Die mensen doen ook aangifte. Wij proberen daar ook wat tegen te doen. Nou ja, dit helpt hopelijk ook mee. Ook een beetje, ja. Dat de mensen te waarschuwen van hetgeen wat er kan gebeuren. Ja. Want wij zien daar de aangiftes van oplopen. Ja, ja, natuurlijk. Dus vandaar dat wij... jullie hebben uitgenodigd om hier ook te komen. Heel mooi. We gaan straks even met de garagehouder praten. Ja. Die zal wat meer uitleg kunnen geven, want we kunnen er wel iets aan doen. We kunnen er inderdaad wat aan doen. Hij zal dadelijk ook wel wat uitleggen. Zet ook je auto gewoon ook neer op een plaats waar mogelijk veel verlichting is. Ja. Eventueel onder camera. Zet hem ook gewoon extra vast, de uitlaatkatalysator. Ja. Volgens mij kan je ook laten graveren, je kenteken erin. Okay. Dat zijn wel dingetjes die je ermee kan doen. Ja, ja, dus. Maar de tips is eigenlijk, zet hem onder een lantaarnpaal, dan kun je althans makkelijker zien dat het er onderuit. Of een bewaking of camera's of wat dan ook erbij. Want hoe lang heeft iemand die er gespecialiseerd is werk om het er onderuit te halen? Een minuut. Zo gebeurt. Ja, op hoog krikken en je haalt het er zo onderuit. Ja. Wij staan nu dus bij zo'n auto waar heel veel die katalysator onderuit wordt gestolen, zeg maar. Het gaat hierom. Ja. Dit is dan? Dit gedeelte, zeg maar. Ja. Hier zit de katalysator in die nogal behoorlijk geld waard is. Ja. En wat kan hier dan gedaan worden om dat dan te voorkomen? Want ja, je zou het af kunnen werken, toch? Of? Ja, ja, wij lassen de punten die voor zitten. De bevestigingspunten lassen we een ring op, zodat er geen sleutel op kan, dat je hem niet los kan draaien. Ja. En vaak doen we dan ook nog een strip of iets dergelijks zo aanlassen. Oh ja. Zodat ze bemoeilijkt wordt om hem door te snijden. Ja, ja. Ze gebruiken een pijpensnijer, gebruiken ze. Die doen ze eromheen. Oké. Okay. En dan is het een paar keer heen en weer draaien zo. Ja. En dan is die pijp door. Ja. Het gaat heel snel. Ja, want het is niet. Ja, het is gewoon natuurlijk. Ja, je gaat normaal de vuile lucht door vanuit de motor. Dus het is maar een klein stukje. Het is heel dun, dit materiaal. Ja. Je bent er zo doorheen. Deze knippen ze af. Ja. Dus ja, dan heb je gewoon heel veel schade. Ja. Ja, je kan er ook gelijk niet meer rijden. Want hij maakt een hele hoop herrie. Tuurlijk. Omdat, tuurlijk. Heb ik geen tegendruk meer dan? Nee, precies. Dat is dan eigenlijk simpel natuurlijk. Omdat... Ja. En wordt dat tegenwoordig door deze merkauto, door dit type model, wordt het wel verbeterd nu? Tegenwoordig wel, want de katalysator zit dichter bij de motor. Dus het is veel lastiger om ze er nu uit te halen. Okay. De nieuwe types. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Want daar was ook binnen het merk was er ook wel sprake van dat het mogelijk
snel op gepikt werd. Ja, ik denk het haast wel. Ja. Want ja, het kost natuurlijk nog wat. Wat het totaalpakket van het vernieuwen ongeveer kost het? Bij deze type auto zit je gewoon op 2400 euro. Sorry? 2400 euro. Dat is nog wat. Ja. En wat levert het voor een... Een crimineel levert het op aan die edelmetalen. Ja, misschien 500 tot 800 euro. Ja. Er worden heel veel katalysatoren gestolen. Ja. Wat kunnen jullie daar als politie aan doen? Nou, wij zijn natuurlijk afhankelijk, Nico, van de meldingen. Hè? Dus bij deze roep ik ook mensen op van, joh, op het moment dat je een verdachte situatie ziet, hè, ten alle tijden, bel gewoon 112. Hè? We hebben helaas ook gehoord van mensen die achteraf zeggen, ja, ik heb toch wat gezien op de dijk hier in Amstel. Van, ja, ik heb toch wat gezien, iemand die liep een beetje verdacht rond. Ja. Maar bel gewoon. Ja. En dan gaan wij kijken en daar zijn we wel afhankelijk. We zijn afhankelijk van de burgers, van de meldingen. Ja, maar in principe zijn jullie eigenlijk heel veel afhankelijk van de meldingen, van de burgers. Ja. Wordt dat te weinig gedaan, denk jij, in het algemeen? Ik vind wel dat wij zijn gewoon, het politiebureau is bij ons open, 5 dagen in de week, kan je gewoon binnenlopen. Ja. Zijn bereikbaar via social media. Je kan ons ook altijd bellen, 0900 8844 zonder spoedmeldingen. Maar bij verdachte situaties moet je gewoon 112 melden. En wij willen gewoon natuurlijk auto's rijden in de Krimpenerwaard. Ja. Die daarop rijden en daar gaan wij gelijk op af. Ja.